grote kanaal van Game Master Maarten. En vandaag met nieuwe reviews. Hey jongens, alles goed? Welkom terug bij een nieuwe video van Game Master Maarten weer. Met vandaag weer een handheld review. Een LCD handheld review. Vandaag komt al mijn mooiste seizoen weer eraan. De herfst. Ik word er beide aan. Of twee maanden achter. Maar in ieder geval, dan ga ik een klein review doen. Het is volg. Donkey Kong 3 NX doos. Voor de Game & Watch. Donkey Kong 3 hebben we gekocht bij Sander Slootweg op de retro sluitbeurs van februari van maart 2011. En dit is hem dan, de doos van Donkey Kong 3. En toevallig, als je ziet als handheld, is het dus een AT-spel te volgen. Maar dat is het voordeel van de Game Boy, Dus heeft wel helaas geen kabelspoort. Maar in ieder geval, het leuke aan deze spel is helemaal, het zit Michael versus en we zitten volgens controles bij. Neem maar zo, zie je controles staan. Daar is het spel leuk helemaal. Daarvoor is ook een T-spelerstand uitgebracht van spel. Een T-spelerstand. In het spel zie je daar zo Donkey Kong daar. Daar zie je daar ook Kong. En daar zie je de fans van bestaan niet meer van de spel Donkey Kong 3. En het volgende, het doel van het spel is helemaal dat je met bestspray naar de vijanden moet richten, naar de vijanden. Hier ook een erg goed apparaat voor de Game Boy Micro versus. Het leuke aan het spel is helemaal dat je een spel kunt kiezen of dat soort dingen. Ik zeg gelijk aan KMB doen. En dan ga ik dan richten. Het doel van het spel is helemaal dat je. Zie die wespen die eraan rondliepen. Het doel is helemaal dat je spray moet pakken. Oh, ik heb het ook nog pakken. Oh ja. In ieder geval. Het doel van het spel is dat je de wespen hier moet trekken. Hier in die plek zie je, aan die kant plek zie je het volgende wespray en dan kun je ze richten. Dan kun je nog een keer richten en kun je het spel verslaan. En even effect. Dus volgende. En dan wordt die spel verslagen. Oh, toch niet. Nou heb je kans dat dit verslagen wordt. Het spel is volgens ontworpen door Gunpei Yoko. Zoals ik kan zien in het spel. Die al 15 jaar geleden overleden is. Aan een autogeluk. En het spel is volgens ook weer een heel bijzonder praat. Want als je game A doet, kun je ook met één spel spelen. Maar het is wel veel lastiger, want de computer is veel sterker dan de karakter. En dan gaan we dan. Oh, ik heb het om de kop. Snel. Oh, pardon. Het spel is volgens gemaakt door, wat ik al gezegd heb. Ook Miyamoto is met dag werkt. Miyamoto. Oh, het is veel sterker dan ik gedacht had. Ik
ieder geval, het spel heb ik ook in de doos. En ga verder. Dit komt, ik was verschillende edities. De silverskin, de white skin, en ik plaats helaas niet. Maar ik heb alleen blue skin en maak versus. Alleen één spel maak versus. We zijn al eerder edities, toch een hockey en meer. Maar wees naam helaas niet meer van de volgende spelletjes. Volgens de Erie voor die gemaakt heeft, Pinball, heeft hij speelt elke gratis met het spelletje spelen. Dan drie aan ook spelletjes, dan moet je de poogspelletjes voor het spel. En zoals ik weet komt, de demo staat erg goed. En je kunt het zo erin doen, als je ziet. Want er zit een draaiering bij en dan kun je ze instoppen. Dus dat is erg belangrijk voor de serie. Ook de eerdere review van Dokkong van Pinball en Dokkong 3 op mijn YouTube kanaal. En zo kun je zien welke wel beter is en welke verzamels volgen op het moment van het afgelopen gebied. Dat zie ik er zien. Applaus jezelf. Alle mensen laat een comment achter en doe nog eens altijd een van de leuke spelletjes. Je hebt ook greenhouse en meer of meer wat. En laat ook de Gameboy vergeten die niet erbij staat. De Gameboy. Want dat was na de game was release, was dit helemaal in. Ik zeg jongens te volgen. Laat een comment achter en niet van de negatieve comments, want dat moet niemand die worden bij het YouTube, oké? Tot later!